Nou, we proberen op deze campus een bepaalde reuring, een bepaalde situatie te creëren waar allemaal verschillende ondernemingen elkaar kunnen ontmoeten. En op die manier bepaalde kruisbestuiving en synergie kunnen creëren. We hebben bijvoorbeeld het Blushuis waar echt startende ondernemingen zich kunnen vestigen. En door bepaalde evenementen en ontmoetingen te faciliteren, ontstaat er een bepaalde synergie en een kruisbestuiving. En daardoor behalen zij bepaalde meerwaarden. Met de opening van het Pakhuis biedt de Triple O Campus nu ook bedrijfsruimte voor ondernemers die uit hun jas zijn gegroeid. En je ziet dat een aantal succesvolle ondernemingen nu uitgroeien tot grote ondernemingen en eigenlijk letterlijk uit hun jasje groeien. En daarom hebben wij dus nu het Pakhuis ontwikkeld waar eigenlijk grotere of middelgrote creatieve ondernemingen zich kunnen vestigen en door kunnen groeien vanuit het Blushuis of zich vanuit elders in de stad kunnen vestigen. Maar sommige ondernemers zijn zo snel gegroeid dat ook het Pakhuis niet voldoet aan hun wensen. Eigenlijk merken we nu al dat een aantal ondernemingen zo succesvol zijn of zo groot groeien dat er zelfs een grotere wens is dan het Pakhuis. En met hun zijn we nu in gesprek om wellicht een derde ontwikkeling hier te starten waar echt grotere kantoren voor hun specifiek kunnen gerealiseerd worden. Over 2 jaar loopt het contract hier af, dus we zijn aan het kijken wat we dan willen gaan doen. En het zou heel mooi zijn als we daar op dat terrein zelf iets kunnen gaan ontwikkelen. In het kader van Triple O, dat staat voor ondernemers, overheid en onderwijs, heeft de hypermoderne Game Academy van de NHTV in Breda haar intrek genomen in het Pakhuis. Maar alle mooie uitgangspunten ten spijt werkt de Game Academy hier juist nauwelijks samen met andere bedrijven. Ja, niet zo heel veel. Het worden geen leuke antwoorden hoor. Nee, we zijn hier qua opleiding redelijk op onszelf en we werken hier niet echt samen met andere bedrijven. Maar het zou in de toekomst wel kunnen dat bijvoorbeeld stagiaires daar naartoe zouden kunnen gaan? Nee. Voor de Game Academy blijft de locatie van de Triple O Campus voorlopig de enige reden om zich hier te vestigen. Het is een mooie locatie. Het is een prettig gebouw om in te zitten en dat is de reden dat wij hier zijn.